dream is to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine. Hallo dan, welkom terug op mijn YouTube-kanaal. Vandaag ga ik mijn goodiebox openmaken. Mijn dochtertje is erbij, ze is lekker aan het slapen. Als ze wakker wordt, dan moet ik even tussenuit. Maar, oh wel. Nou, goodiebox. Het is een maandelijkse betaal. Die je online kan aanleggen. Dan krijg je volgens mij 6 of 7 producten. Meestal full size. Sommige zijn ook testertjes. Maar voor maar €24. Dus dat is natuurlijk goed. Nou, ik maak hem open. Het is dit. Met een mooi kaartje erin. Op het kaartje staat er een hartelijk welkom bij Happy Self Care. En dan staat er een leuk verhaaltje onder. Een leuk klein kaartje. Nou, openmaken. Oké. Het eerste wat je ziet is als je hem openmaakt, is gewoon alle producten. En ik ga gewoon de eerste eruit pakken. Nou, Hydrating Setting Mist. Ga ik hem meteen openmaken. Zoals jullie al zien, ik heb niks op mijn gezicht. Dat is omdat ik wist dat er skincare producten in zaten. Dus ik wou graag alles proberen. En ik draag meestal toch geen make-up. Dus, beter. Nou zeg. How to use. Shake well before each use. Nou, gewoon shaken voordat je het elke keer gaat gebruiken. Voor elk gebruik. Wat je dus moet doen, spray onto clean skin to prep or after make-up. Dus voordat je je make-up erop gaat doen, of juist daarna, doe je gewoon een beetje mist eroverheen. En ja, hier staat for to set and finish for a dewy glow. Rehydrate make-up throughout the day to freshen your look and enhance its finish. Ja, het is gewoon om je make-up de rest van de dag gewoon zo mooi mogelijk te houden. Ik probeer het eerst even op mijn hand. Het ruikt een beetje apart. Oh ja, er zit hamamelis in. Wat goed is voor de droge huid. Ja. Gewoon een keer. Het voelt inderdaad heel erg hydrating. Dat vind ik wel heel fijn. Maar we zullen het zien. De volgende. Satisfy your urge for playful provocation. Dit is een lipgloss. In de kleur Beautiful Bad Habit. Er zit een beetje sprankel in. Vind ik wel mooi. Nou, dan doen we maar even op de lip. Nou, prima toch? Babydoekjes, die kan je voor alles gebruiken. En in dit geval voor het schoonmaken van de producten van mijn hand af. En ja. Ja, nou, die laat ik nog even zitten. Het volgende is Le Concentré Hyaluronique. Op zijn Frans. Dat klopt zo verkeerd. Nou, Hyaluronic Acid Concentrate. Ja, the serum that awakens the skin. Deze. Is huid-eigen, dus dat. Wordt veel beter opgenomen in de huid. Dus dat wil je graag. Maar ik ga het nou gewoon proberen op mijn hand.
Het ruikt een beetje naar cucumber. Ja, ik weet niet hoe je die noemt in het Nederlands, maar die. Die maskers die je meestal onder je ogen zet, daar zwijpt het naar. Best lekker. Ja, nou, niet verkeerd. Niet verkeerd. Je kan deze gewoon gebruiken tijdens borstvoeding. Het is hyaluronzuur, dat is huid-eigen, dus dat is niet intensief voor de huid. Je doet er gewoon een paar druppeltjes op. 2 à 3 of 4 druppeltjes is genoeg. Wrijven in je handen. En dan aanbrengen is genoeg. Ik denk voor mijn huid zijn 2 druppeltjes wel meer dan genoeg. Maar voor iemand die een groter gezicht heeft, misschien een iets voller gezicht of misschien een langer gezicht, zou je misschien 3 à 4 pompjes genoeg aan hebben. Het trekt meteen echt super goed in. Ja, echt super fijn. De wijze om producten aan te brengen is om het gewoon in je handen te wrijven, warm te maken en dan deppend aan te brengen. Want dan zorg je ervoor dat het product beter de huid indringt. Ja, en dan nog een beetje van die mist. Lekker. Nou, oké, next. Het volgende is Terre de Mars Maison de Cosmetics Naturels. Immanence Body Nourishing Milk. Gewoon body milk. Gewoon een body lotion-achtig. Het ruikt een beetje naar charcoal, naar houtskool, dat zwarte spul. Daar ruikt het een beetje naar. Het is de nummer 11 trouwens. Er zit shea butter in, er zit olive fruit oil in en sunflower. Ik denk dat ik de shea butter ruik. De shea butter die soothes, dus die verzorgt de huid. Olive fruit oil die moisturizes de huid. En de sunflower is een antioxidant. Even kijken. Het zorgt voor een smooth, soft en supple skin. Dus een lekkere, zachte huid. Dus ja, deze. En hij is best fijn. Hij is lekker zacht. Hij is niet per se hard of zo voor je huid. Dus hij werkt wel lekker in. Dus dat vind ik ook wel fijn. Maar ja, volgende. LMS Superfood Glow Priming Moisturizer, Illuminating Moisturizer, Creme Hydratante Illuminatrice. Het is allemaal een beetje Fransachtig. Nou, deze maar proberen. Er zit een klein sluitingje op. Er zit een beetje kleur aan. Nou, we staan om het elke ochtend aan te brengen op een gereinigde huid. En als er contact is in de ogen, moet je het gewoon goed doorwassen. En het is niet te eten, want het is een cosmetic product. Dus een make-up product. Dus dat gaan we het eerst op de hand proberen. Maar er zit dus een klein beetje een gloedje in. Ik weet niet of je dat kan zien. Nou, dan gaan we het op het gezicht proberen. En een kleurtje zit er ook in. Nou, hydrating weet ik niet, maar hij brandt wel. Maar dat kan zijn omdat ik een hele droge huid heb. En best wel gevoelig.
Dus waarschijnlijk is het daardoor dat mijn huid een beetje brandt nou. Maar even kijken. Nou. Ik zie geen verschil, maar het zal wel. En het laatste product. En dan hebben we in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 producten. Laatste product is Gold Texturizing Spray Wax. Ik denk wat het voor je haren is. Staat er niet per se. Op. Maar ik ga even kijken. In het. Gold Texturizing Spray Wax is verspreid. Volume structure to fine, thin or lifeless hairs. Inderdaad voor je haar. Dus er staat op dat het is voor. Om volume te creëren. En om structuur te creëren in je haren. Voor fijn, dun en levenloos haar. Directions staat erop. Je moet het eerst goed schudden. Dan moet je gewoon een beetje een normale hoeveelheid waarschijnlijk op je handen zetten. En dat dan in je droge haren aanbrengen. En that's it, geloof ik. Ja, er staat gewoon allerlei dangers in. Het is natuurlijk brandbaar. Dus ja, overal op letten. Kijken waar het naar ruikt. Het ruikt gewoon naar haarlak. Dus ik denk dat je waarschijnlijk gewoon als je je haren in stijl gaat brengen. Of nadat je je haren in stijl gebracht hebt. Doe je gewoon in je haren. Ik kan een klein plukje proberen. Kijken wat ermee doet. Want ik heb een klein plukje haar. Toevallig. Ik denk. Ja. Het ruikt wel lekker. Het komt me bekend voor. De geur, maar ik weet niet waar vandaan. Nou ja, het is volgens mij gewoon normaal doodsimpele haarlak. En we weten allemaal hoe we haarlak gebruiken. Dus dat. Van het merk Gold, denk ik. Ja. Gold Haircare in Denmark. Dus dat. Oh, verkeerd hier. Nou. Dat waren dus alle producten. Ik hoor een kind gillen buiten. Oh. Thumbnail. Nou, dit zijn alle producten. En het zijn prima maat producten. Dit is volgens mij een tester. Ik denk niet dat ze alleen zulke kleine verkopen van haarlak. Meestal zijn het van hele grote tubes. En dit, ja, dat is gewoon een hele set. Hele vol maat. Deze ook. En deze ook. En deze ook. Ik ben niet anders gewend van deze maten. Gek kind. Toen ik deze trouwens als eerste zag, dacht ik dat het bruin spul was voor je lichaam. Maar ook prima. Nou, en dat was het. Ik vond het wel een leuke box. Het zijn ook wel spullen die ik waarschijnlijk wel gaan gebruiken. Verder ben ik er wel tevreden mee. Ik kan niet wachten tot de volgende maand. Die ga ik ook aanvragen. Dat vind ik wel leuk. En ja, afwachten maar. Leuk kaartje erbij. Als bedankje. En de box die kan ik dadelijk ook gewoon gebruiken. Dan haal ik dit eruit. Weg ermee. En dan kan ik dit doosje. En dan kan ik dit doosje gewoon gebruiken om dingen voor op te bergen. Super handig en mooi natuurlijk. Oké, dat was hem. Doei!